Stoomvaste. Stoomvaste Radio. The Sound of Music, hosted by Al Gouda. Onze gast vanavond, een boeiend gesprek met haar over haar carrière, over Sabrina Starke zelf. Want dat is ontzettend belangrijk. Wat we doen is niet altijd wat we zijn. We hebben ook een eigen leven. Dat vinden we ontzettend belangrijk. We gaan er niet helemaal uitkleden. Maar zij gaat een verhaal vertellen waar ik denk zeker ook onze luisteraars lessen uit kunnen trekken. En er iets mee kunnen doen voor zichzelf. Dus welkom Sabrina. Dankjewel. Ik zei het al, het is een Jaja Uma met een warme persoonlijkheid. Ze draagt de wereld een warm hart toe. En in haar songs is dat ook wel weer terug te vinden. Want het is een professional. Het is een zangeres met een eigen stemgeluid. Die vind je nergens meer terug, nergens ter wereld. Nou, zeker. Welkom Sabrina nogmaals. Welkom. Dank je. We zijn vereerd dat je vanavond bij Radio Stoomvaste in het programma The Sound of Music te gast bent. En ook om te weten wie is Sabrina Starke. Yeah. En wat doet Sabrina Starke allemaal? Hoe ziet je leven eruit? Hoeven niet alles te weten. De meest essentiële dingen die jij denkt van, nou, dat mag ik, kan ik wel vertellen aan de luisteraars. Misschien dat ze daaruit ook wat inspiratie putten voor zichzelf. Maar wie is Sabrina Starke? Vertel. Waar ben je geboren? Noem maar op, dat soort zaken. Ja, maar ik ben in Suriname geboren. Mijn vader heet Harold Starke. Mijn moeder heet Sandra Nipte. Ik was 6 maanden toen ik naar Nederland kwam, dus nou ja. Dus je wist niets van die reis meer? ik kwam hier naartoe. Maar we hebben een hele grote familie, dus ik heb heel veel familie in Suriname nog wonen en heel veel hier. Dus zowel mijn vader als mijn moeder, we hebben meer dan 10 broers en zussen. Nou, dus kijk eens aan. De family is echt groot. Dus hier opgegroeid. Nou, ik heb in Rotterdam gewoond. Daarna zijn we naar Dordrecht gegaan. Ja. Mijn ouders woonden nog in Dordrecht. En toen ben ik alleen eigenlijk weer richting Rotterdam gegaan toen ik ging studeren. Okay, ik op kamers en zo ben ik dus in Rotterdam terechtgekomen. En in Rotterdam gebleven eigenlijk tot nu toe. En wat heb je gestudeerd? Ik heb MBO mode en kleding gedaan en HBO marketing en PR. Vandaar dat je daar altijd zo fantastisch artistiek eruit ziet. Je clips, je fotoshoots. Ja, ik vind het altijd wel een mooi iets om mee bezig te zijn, laat me zo zeggen. Je uiterlijk en hoe je creatief kan uiten eigenlijk. En op welke leeftijd ging je op kamers wonen? Zo, volgens mij, even terugdenken. Volgens mij was ik 18, okay. Ja, dus best wel al snel. Ja. Ja. Ik ken jou als een heel rustige dame. Ja. Ik kan me nog herinneren, ja, de luisteraars mogen weten dat ik je ken en je ouders, ja, maakt niet uit. Ja. Maar ik weet nog dat we op een feestje thuis bij jou waren. En toen was er een Kawina-groep aanwezig. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Ja, dat weet ik nog. Kawina-groep uit Deventer. Ja. En ik weet of het erna was of tijdens de pauze. En toen kwam jij met de gitaar aanlopen. Je was nog heel jong. Kun je dat herinneren? Oh, en je begon te spelen. Nou, ik weet sowieso nog dat het feestje er was en dat die band er was. Dus dat. Maar wat er allemaal die dag is gebeurd, kan ik me niet meer echt in detail herinneren. Maar het was herinneren. Een bigiari van je vader. Ja, dat weet ik zeker. En ik zag je spelen. Ik dacht, nou, ze houdt van een gitaar of zo. Nooit gedacht dat je eigenlijk zo zou uitbreken, landelijk, met jouw gitaar en jouw hele bijzondere stem. Ja. Nee, het is, ik zeg altijd wel, de muzikale, talent of de inspiratie heb ik zeker wel van mijn vaders kant meegekregen. Want hij weet ook heel mooi te zingen, hè? Ja, zeker. En mijn vader is eigenlijk nu een beetje een badkamerszanger geworden. Ja. Maar ik vond het altijd wel heel bijzonder, ook als jong meisje, als ik mijn vader hoorde zingen in die badkamer. Ja, dat is wel echt iets wat gewoon in mijn geheugen en in, staat. En wat weet je nog meer van je vader zijn muziek? Je was nog klein, maar je vader heeft ook muziek gemaakt in een Kawina-groep, waar ik ook in zat. Ja. Nieuw Praxeri. Ja. Wat weet ik daarvan? Het ding is dat vader, ik denk dat hij het ook een beetje heeft losgelaten. Op het moment dat hij, zeg maar,
vader werd en de focus ging richting de kids. Dat eigenlijk die liefde die hij zeker had voor de muziek, heeft hij eigenlijk een beetje losgelaten. Dus hij heeft er eerlijk gezegd niet altijd heel erg over gesproken. Mm-hmm. Ja. Maar ik daarom vond ik het ook zo bijzonder om zijn verjaardag dan op die manier te vieren. En, die band in die tuin te hebben. Ja. Dat is echt wel tof. Ja. De buren hebben het ook echt gemerkt. Het was een mooie zomerdag. Ja, het was echt tof. Ja. Zelfs denk ik niet dat hij het heeft losgelaten, want hij is nog een grote muziekliefhebber. Mm-hmm. Hij is in de praktijk niet zo... zo meer mee bezig. Ja, niet in de praktijk, maar zeker de liefde voor muziek is er zeker. Ja. Ja. En voor wat betreft de Surinaamse culturele nummers, ja, daar heb ik heel veel van hem geleerd. Ja? Ja. Vertel jij me iets wat ik niet weet van mijn vader eigenlijk. Want ja, natuurlijk, ik ben de dochter, maar jij hebt mijn vader natuurlijk op een hele andere manier meegemaakt. Vertel mij iets wat ik terug kan nemen naar mijn zit vader. Zit even luisteren. Ik hoop dat hij zit te luisteren. Ja. Nou, Sabrina, luister als ik hoop dat jullie erg vinden. Ik heb Sabrina Starke uitgenodigd voor een gesprek met haar. En nu zijn we ook maar weer terug. Maar zien we okay, ja, we gaan zo weer richting mij. Ze zet me recht gewoon voor het blok. Maar goed, oké, ik zal je vertellen. Je vader is een rustige man. Mm-hmm. Ja. Een rustige persoonlijkheid. Hoe zal ik het zeggen? Hoe zeg je het nou precies? En af en toe kan hij iets zeggen waarvan je in de lach schiet. Ja, ja, ja. Hij is heel grappig. Mm-hmm. Hij is heel gezellig. Ja, ja. Hij houdt ook een beetje van treiteren. Ja, ja. Ja. Ja, nee, dat weet ik. En ja, hij kan ook heel goed voetballen. Okay, dat heb je niet geweten, hè? Nee, dat heb ik niet geweten. Heeft hij ook niet verteld? Nee. Ja, je vader was een echte sportman in de buurt waar wij vandaan komen. Ja, ja, ja. Ja, daar hebben we eigenlijk, laten we zeggen, het jeugdcentrum. Ik weet niet of de luisteraars dat kennen. Zij die luisteren, jeugdcentrum in de omgeving. Mm-hmm. Waar je vader gewoond heeft. Weidestraat, Oranjelaan, Dochtersrepmanstraat. Ja. Het jeugdcentrum was van ons. Oh, super. En je vader was ouder dan mij. Mm-hmm. En af en toe hadden we wat voetbalwedstrijden tegen, zeiden we, Biggie Boy tegen Pchim Boy. Oké. Ja. Leuk. Nee, maar het is een hele gezellige buurt. Je bent wel een paar keren terug geweest naar Suriname, ja, ook zeker. Voor optredens. Dus zeker. Je bent ook de buurt gaan verkennen waar je vader vandaan komt en je familie ook. Ja, ja, ja. Weet je, het was een hele gezellige buurt. Ik zeg het altijd, wij deden daar van knikkeren tot ijshockey. Dat zei een van onze buurtgenoten ook een keer. Die je vader ook heel goed kent. Maar je vader was gewoon heel rustig en hij schilderde ook. Ja. En tijdens de vakantie ging ik hem helpen met schilderen. Okay, ja, ik vroeg, hey, kan ik een vakantiejob bij je doen? En, en zo heb ik ook het schilderen geleerd van je vader. Okay, dus altijd een hardwerkende man geweest. Ja. Zeker. Ja, heel, heel serieus. En net wat je zegt, jij bent de eerste die geboren werd. Ja, ik ben de eerste. Weet ja. ik nog. Ja. En toen zijn jullie naar Nederland vertrokken en hij is zich gaan richten op zijn gezin. Ja. En dat is maar goed ook, want ik denk dat hij heel trots zal zijn op wat jij vandaag aan de dag bereikt hebt. Oh, zeker. Nee, waar ik sta is zeker door de liefde van mijn vader en mijn moeder samen. Ja. Maar kan je meegeven, waar je vader aanwezig was, was er altijd gezelligheid. Oké, hij liet ons altijd lachen. Dus, super. Heb ik fijn verteld? Om even... Ja. Nou, oké. En nu gaan we terug naar jou, Sabrina. Ja, we gaan terug naar mij. Waar waren we? We waren bij eerst het feestje van je vader en toen ben je naar Rotterdam verhuisd. Ja. Vanwege je studie. Ja. Hoe is het je daar vergaan? Want je bent daar gaan studeren en ik weet niet of je nog met muziek bezig was. Ja, mijn allereerste begin als het gaat om muziek was in een reggae band. Uh-huh. Ik weet niet of jullie de band kennen, Equal, een Rotterdamse reggae band. En dat heb ik zo'n 5 jaar gedaan. Oké. Dat was heel tof, als back-end vocalisten. Nou, op een gegeven moment ook lead gedaan. Ja. En wie zaten er allemaal in de band? Jeetje. Welke back-end vocalisten? Waldi Tuinvoort. Even kijken, zijn broers. Eigenlijk die drie broers. Oh, okay. Die zaten erin. En zo, ik moet even terug. Jij was de enige zangeres? Nee, samen met een vriendin, Simone. Okay. Mijn beste vriendin. Ja, ja. Simone Panza. En Marijke Sinhagel. Uh-huh. Dus met z'n drieën waren we backings. Ja. Dus daar was je eerste praktijkervaring? Ja. Uh-huh. Ja. En toen, ik wist wel altijd in mijn achterhoofd van, ik wil solo gaan.
Maar nou ja, het is natuurlijk, solo gaan is altijd wel een eng iets. Van waar begin je? En nou ja, na 5 jaar had ik wel zoiets van oké, ik ga gewoon die stap zetten, solo te gaan. En mijn allereerste solo optreden was bij de Grote Prijs van Zuid-Holland. Toen heb ik meegedaan aan de categorie singer-songwriter. Mm-hmm. Toen heb ik voor het eerst met mijn gitaar gelijk meegedaan aan een wedstrijd eigenlijk. En je studeerde nog? Ja. Mm-hmm. Ja. Dus dat was echt mijn allereerste solo begin. En überhaupt mijn begin was dan bij die reggae band. Ja. Oké. Mm-hmm. En toen is het begonnen? Met de singer-songwriter contest? Ja, nou ja, ik heb niet gewonnen. Het was mijn allereerste gig. Ik kreeg wel een heel mooi advies mee. Dat er zeker wel wat talent in zat, maar dat het nog ontwikkeld moest worden. En toevallig was het die dag daar een A&R-manager. Uh-huh. Hij heet Menno Timmerman. Die mij daar heeft gezien. En hij sprak me aan en hij zei van, het lijkt me leuk om een keer met je in gesprek te gaan. Om te kijken of we iets voor elkaar kunnen krijgen in de zin van een deal of iets. Dus ik heb heel lang met Menno samengewerkt. Uh-huh. En van alles geprobeerd om zeg maar die eerste album dan voor elkaar te krijgen. Toen hebben we dat eigenlijk gedaan met het prijzengeld wat ik heb gewonnen van Music Matters Award. Dat was volgens mij was dat €10.000. Dus dan heb ik daarna. Ja. En de Music Matters was na, hoe heet het, de singer-songwriter. Ja, zeker. Ik heb ook nog Talent Night gewonnen. Dat kwam nog daarvoor. De hoofdprijs was dat ik naar New York kon. De Apollo. Heb daar zo in de Apollo heb ik mee kunnen. Want je slaat stukken over. Ik hoor in deze. Ja, inderdaad. De Talent Night kwam nog daarvoor. Uh-huh. Dus toen konden we naar de Apollo. Nou ja, daar opgetreden. Dat was heel bijzonder. Want ik haal mijn inspiratie uit de jazz, de soul. Ja. En daar hebben alle grootheden gestaan. Dus dat was echt heel bijzonder. Zo vroeg op mijn pad, zeg maar, in mijn carrière. En de Music Matters Award, die kwam eigenlijk daarna. Dus ik met die met dat prijzengeld kon ik dan eindelijk dat album maken. Ja. Maar de single, Do For Love, die kwam al daarvoor uit. Oh, die kwam al daarvoor uit? Ja, dus die plaat kwam daarna. En we mochten toen bij De Wereld Draait Door komen. Mm-hmm. En vanaf toen was het eigenlijk. Ik begreep dat het vanaf toen. Ik moet het wel corrigeren dat zeg maar mijn allereerste live performance met Do For Love was bij Rijnman is Laat. Oh, oké. Ja, en toen we bij De Wereld Draait Door waren, de volgende dag. Want we mochten zeg maar, normaal is het 1 minuut. Mm-hmm. En toen was, hoe heet hij nou? Jan Mulder was daar. En hij zei toen tussendoor, Matthijs, laat ze nou dit hele nummer doen. Dus het was best wel paniek op dat moment. We hadden ook een speciale edit gemaakt van 1 minuut. Dus je ziet ons ook, als je terugkijkt naar die beelden, die online, je ziet ons, mijn bassist, bandleider, moest nog eventjes wat dingen in de laptop prepareren. En want je bereid je voor een minuutje. Ja, voor een minuut. Ja. En nu mochten we opeens het hele nummer doen. Nou, toen hebben dus het hele nummer gedaan. En de volgende dag hingen alle platenmaatschappijen aan de lijn. Ja, want het programma van Matthijs, De Wereld Draait Door. Ja. Daar zaten altijd de maatschappijen naar te luisteren. Want hij bracht wel goede artiesten in zijn programma. Ja, zeker. Die eigenlijk, op het moment waarop ze in het programma verschenen, als ze goed waren, echt een doorbraak maakten. Zeker. Maar voor we verder gaan. Mm-hmm. Ik wil nog even terug naar jouw verhuizing van Dordrecht naar Rotterdam. Oh, oké. Mm-hmm. Hoe heb je dat ervaren? Want ik kan me voorstellen, of je ouders, hoe hebben zij dat ook ervaren? Want je gaat als jong meisje uit huis. Mijn ouders hebben het echt wel ondersteund. Uh-huh. En ik heb een aantal kamers gehad in Rotterdam. En mijn vader heeft altijd ervoor gezorgd dat het tip-top in orde was. Ja, hij is ook heel handig, hè? Ja, mijn vader is super handig. Dus hij heeft altijd ervoor gezorgd dat alle kamers waar ik in heb gezeten, dat gewoon goed eruit zag. Maar ik was wel blij met die overstap naar Rotterdam. Omdat Dordrecht is een fijne plek. Maar als het gaat om muziek, ik denk niet dat ik in Dordrecht zou kunnen vinden of me zou kunnen ontwikkelen zoals ik dat in Rotterdam heb gedaan. Ja, Dordrecht is gewoon een hele andere stad. Het is gewoon anders. Hier gebeurt het, hè? Ja, zeker wel. In Rotterdam.
Dus ik was heel blij dat, dat ik in Rotterdam was. En ik heb hier echt mijn stappen kunnen maken, mezelf kunnen ontwikkelen. Nou, zoals ik net al vertelde, verschillende talentenjachten gedaan, maar ook gewoon de jam sessies en de optredens en ja, alles. En gewoon ook het netwerk. Ja. Het netwerk is natuurlijk ook belangrijk als het gaat om iets opbouwen. Mm-hmm. Dus daar was Rotterdam voor mij wel gewoon echt wel de plek. Dus het was voor jou eigenlijk, het ging van een leien dakje. Er waren geen tegenslagen in die periode. nou, niks gaat van een leien dakje en zeker niet in de muziek. Mm-hmm. Kijk, sowieso de weg naar die eerste plaat toe. Nou, dat was best wel pittig, want we zijn echt wel veel demo's gemaakt en dan shoppen. Nou, ze noemden dat vroeger shoppen bij platenmaatschappijen. En dan laat je demo achter en dan krijg je te horen, het is niet goed genoeg of je krijgt niet... En welk niet... nummer had je als demo? Welke nummers zaten toen op? Zo. Zeker niet Doeverlof. Nee. Doeverlof was daar niet. Dus er waren nog best wel wat songs ervoor. Uh-huh. Die ik eigenlijk niet heb uitgebracht ook. Dus ja, maar het hoort er allemaal bij. Weet je, dus het gewoon geeft shoppen. Je toch wel meer prikkels, hè? Om, ja, je wordt er scherper door. Je gaat gewoon terug naar de tekentafel, zoals ze dat zeggen. En ik ben wel altijd iemand geweest die... Ik hou wel van wat kritiek. Mm-hmm. En zeker op mijn werk, zeg maar, hetgene wat ik maak. Ik sta er altijd wel voor open om dat mee te nemen. En om te kijken van, oké, wat kan ik daarmee doen? Ja. En dat draagt gewoon bij om gewoon te groeien als songwriter, als performer. Ja, als artiest. En gaan we weer terug naar Sabrina Starke, mm-hmm. Niet de artiest. Ja. Heb je gezin? Heb je kinderen? Ja. Ik heb zeker een gezin. Uh-huh. Een lieve partner. Ja. Al heel lang, bijna 20 jaar. Zo, kijk eens aan. En mijn dochter is 16. En ik heb een bonusdochter ook, 24 jaar. En mijn zoontje is 10 jaar. 10 jaar, ja. Oké. Okay. Hoe is het moederschapje? Want je weet hoe lastig het is, hè, als je muziek maakt en tussendoor ook nog kinderen krijgt. Of, zeker. Hoe ging dat? Nou, kijk, want je dochter is nu, je oudste kind is 16. Ja. Nee, ik zeg altijd, ik heb mijn carrière nooit, op deze manier had ik het nooit kunnen doen. Uh-huh. Zonder de steun en de liefde van mijn partner en mijn ouders. Ja. Die zijn er gewoon eigenlijk altijd geweest. En mijn partner is eigenlijk ook altijd geweest voor de kinderen als ik weg moest. Dus dat is gewoon de onderlinge afspraak die wij samen hebben gemaakt. En dat was heel fijn, want daardoor kon ik gewoon met een gerust hart ook de deur uitgaan en wetende dat de kids gewoon thuis zijn. Ja, en je kan je werk gewoon professioneel blijven uitvoeren. Ja, En 16 jaar geleden is je eerste kindje geboren. Ja. In welke fase zat je toen van je muziek? In welke fase? Zo, even denken. Was de wereld draaidoor al aan de deur? Nee. Toen, even kijken. Zo, je vraagt me nu iets. dat was die, natuurlijk die reggaeband fase. Oh, oké. Okay. Dat was die reggaeband fase, ja. Bij mijn zoontje, toen was ik wel al volop in mijn solo carrière. Dat was wel iets pittiger, omdat ik zeg maar echt kort nadat ik was bevallen, ben ik op tour gegaan. Ben ik mijn theatertour gaan doen. En daar heb ik echt ervaren hoe belangrijk het is om zeg maar je tijd te nemen en hoe belangrijk die balans is. Ja, balans zoeken van moederschap en gewoon je carrière en zeker in die piek. Want ik zat toen echt in die piek van het gaat goed en het gaat lekker. En met je eerste dochter kon je, ik zou niet zeggen relaxed, maar toen zij werd geboren zat je nog niet in de grote Nee, toen zat ik nog drukte. Niet in de... Klopt, juist. Dus je kon haar alle liefde... Je zoon natuurlijk heb je ook alle liefde gegeven, maar je was veel meer betrokken, veel meer thuis toen. Ja, zeker, zeker. En dus, hoe heb je het moederschap ervaren? Het begon met je dochter van 16. Ja, heel goed. Het is natuurlijk een ontzettend bijzonder iets om een moeder te zijn. Want nu ben je verantwoordelijk voor een mooi klein mensje. Ja. En dus het moederschap is eigenlijk echt wat ze zeggen van, niemand kan het je leren. Het is iets wat je moet gaan ervaren en op je eigen manier moet gaan ontdekken. Hoe je dat doet. Ja. Hoe je dat doet. En dat vind ik wel echt, dat is heel bijzonder geweest. Ja.
En dat is ook zeker met vallen en opstaan. Dat kan ik best geloven. Ja, ik heb zelf ook 2 kinderen, dus ja. Ik weet er ook alles van. En vooral, je hebt je ouders, je kan altijd op ze terugvallen, want die hebben ervaring als je dus zegt vaak met de kinderziektes te maken hebt. Zeker weten. Dus dat is, daar ben ik heel dankbaar voor geweest altijd. Dat, mijn ouders waren het er gewoon, altijd. En heb je wel eens gedacht toen je dochter werd geboren? Kijk, even kijken hoeveel hardend je bent geweest. Wel eens gedacht van, hey, stop ik wel met muziek? Nou, ik had het echt wel zwaar, zeker de momenten dat het echt druk was. Omdat je gaat je natuurlijk ook schuldig voelen. Uh-huh. Je denkt van, ja, ik ben moeder, ik kan toch niet, zeg maar, weggaan. Ik ben ook een paar keer naar het buitenland geweest. Ja. En dat ik ben nooit echt lang naar het buitenland geweest, want dat vond ik echt wel moeilijk. Maar echt wel 2 weken... 3 weken. Yeah. Ik heb mijn dochter ook 1 keer meegenomen toen ik mijn 2e album, eigenlijk mijn gezin, ging opnemen in Miami. Toen heb ik wel gezin meegenomen en toen waren ze gewoon daar. Dus dat gaf me ook heel veel rust. Yeah. Maar gewoon van huis zijn en weg zijn van je kind. Soms raak je conflict dus met jezelf. Zeker weten. Ja. Dus nou, dat is wel even zoeken. Altijd. Ja, en nu heb je de balans in kunnen vinden. Ja, ze zijn nu. Mijn dochter is nu 16. Ik ben heel trots op als ik naar haar kijk, hoe ze het doet, zowel mijn zoontje ook. Dus ik denk dat ik het nu in de vingers heb. Ja. Wat er voor nodig is om je kinderen te ondersteunen en om ze die ruimte te geven om te worden wie zij willen zijn. Klopt. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Ja. En is er van die 2 eentje die, waarvan je denkt, hey, deze gaat mijn opvolgen? Nou, mijn dochter die is heel creatief en ze doet nu een opleiding evenementenorganisatie. Dus zij is, ze houdt heel erg van marketing, ze houdt van... Mm-hmm. van dus daar zie ik wel iets. Ja, daar zit heel veel overeenkomsten met. Zeker. Ja. Dus dat vind ik heel straks bijzonder. Straks gaat zij nog de marketing voor je doen en de evenementen. Ik hoop het. Dat meen ik echt. Dat zou ik echt geweldig vinden. Een family business. Dat zou ik echt geweldig vinden. Het mooiste wat je kunt hebben, hè? Ja. Dat je dochter... Zeker weten. Keep it in the family, ja. Nee, dat zou ik echt geweldig vinden. Ik ga dat wel een beetje... Een beetje sturen. Ja. Maar dat is ook heel slim, hè? Ja, toch? Ja, dat is ook heel slim. Ik bedoel, je hebt behoorlijk je sporen verdiend. Ja. Hier in Nederland en ook in Suriname ben je heel erg bekend. Ja. En daarbuiten. Dus waarom niet? Ja, nee, zeker. Het is, zou eigenlijk dom zijn om er geen gebruik van te maken. Dus ik zal zeker mijn netwerk voor haar... openstellen om zodat ze gewoon zich kan ontwikkelen ook tot wat ik hoop dat het mag lukken. Ja. Ik wens je daarin ook het allerbeste dat wat je in gedachten hebt, wat je wil uitstippelen voor jouw carrière en je dochter, dat je daarin succesvol mag zijn. Yes. Want het is ontzettend belangrijk om betrouwbare mensen om je heen te hebben. Ja. Weet je hebt je partner die je ook ondersteunt en je dochter die komt er misschien straks bij. Nou. Ja. Nee, dat is zeker belangrijk. Ja. Het is. Het kan gewoon ook misgaan als je niet de mensen en de juiste mensen om je heen hebt. Ja, we hebben al veel hierover gehoord, hè? Over de mensen waarbij het mis is gegaan. Ja. Dus dat is iets om echt waakzaam op te zijn, ja. Nou, dan gaan we terug naar Matthijs. Het is de band uiteindelijk gelukt om het nummer volledig te spelen. Ja. En toen stonden we daar en het ging goed. Ja, we waren echt, het was echt super bijzonder. Gewoon toen het klaar was ook. Jan Mulder, die was heel enthousiast. Het is, hij heeft toch wel een beetje het aangewakkerd ook van... Hey Matthijs, kom nou dat hele nummer. Ja, dus, ja. En hij is heel erg kritisch, hè? Dat weten we van Jan Mulder. Ja, dus ik was echt vereerd. Vereerd sowieso. En de volgende dag... Ik weet het nog, mijn manager Menno Timmerman, waar ik dus al een tijdje mee werkte. Hij zei, Sabrina, ik kom nu naar Rotterdam. We moeten nu praten. Dus dat was heel bijzonder. Dus volgens mij hadden we in de doelen afgesproken. Dus ik ging zitten en toen vertelde hij het. Dat, welke aanbiedingen ik dan allemaal had gehad. En daar was Blue Note ook tussen. Ja, en, dat heb ik ook gelezen, ja. Toen was de keuze natuurlijk gauw gemaakt. Want dat is natuurlijk... Dat het hoogste wat je kan halen. Dus die mooi keuze cadeau. Was snel gemaakt. Ja. Dus dat, toen begon een hele nieuwe fase. Heel, heel
Vertel over die ervaring. Dus je hebt nu een contract bij Blue Note. Hoe is dat gegaan? Ja, nou, ik was op kantoor. Kijk, Blue Note is zeg maar een label van EMI. Ja. Ik was, nou ja, we hadden een soort, ja, hoe zeg je dat, een presentatie hadden ze georganiseerd voor mij. Toen kwamen een aantal mensen uit Amerika overvliegen. Oké, en toen die presentatie was hier in Nederland, ja, bij was in EMI. Hilversum. Ja, Hilversum, ja. En toen hebben wij, dat was echt, oh, natuurlijk, ik was echt zenuwen. Het is gewoon, ja, dat kan ik gewoon niet eens omschrijven wat ik daar voelde. Maar we hebben het gedaan, met de band was ik. En ja, iedereen was heel enthousiast. Maar toen je hoorde dat Blue Note jou een contract wilde aanbieden, ja, wat deed het met je? Ik kon het niet geloven. Ik ging gewoon bijna stotteren. Ik zei, Menno, nee. Alleen dat zei ik, nee, Menno, dat meen je niet. Nee, Menno, echt waar. Dus het was echt, ja, echt. Ik was gewoon flabbergasted. Je was helemaal van dus, de kaart. Ja, het was echt, nou, wie ja, belde je dan als eerste? Totaal niet. Nou, sowieso mijn ouders. Mm-hmm. Sowieso mijn ouders, ja. En hoe reageerden je ouders, ja, toen ze dat hoorden? Ook gewoon niet. Gewoon, ze konden het gewoon niet geloven. Ja. Gewoon echt waar Sabrina. Echt. Nee, het was ja, echt zo'n grote verrassing voor iedereen. Ja, nou, dat is echt, inderdaad echt een hele grote verrassing. Want ja. Blue Note is eigenlijk de grootste label. Ja. Op het gebied van jazz en soul, kun je ook zeggen. Want het is nu wel een beetje meer gemêleerd, om het ja, maar zo ze te zeggen. Ja, ze zijn zeker nu iets breder gegaan als ja, het gaat ja, om genres. Klopt. Ja, nou, klopt. Nu zit je bij Blue Note. Ja. Wat gebeurt er dan? Want je moet gaan presteren. Ja, nou ja, het een hele drukke periode volgde eigenlijk. Mm-hmm. Veel promotie, veel optredens, van alles en nog wat eigenlijk. Veel festivals, awards, daarna nou, ook nog 2 Edisons gewonnen. Dus ja, we hebben echt heel veel gedaan. Ja. Echt ja, gewoon overal geweest, buitenland, binnenland, ja. En hoe ging die aankondiging hier in bij EMI? Werd er iets georganiseerd? Oh ja, nou ja, het is natuurlijk Sabrina Stark. Dat is natuurlijk het ding geweest. Dat zeggen de Amerikanen, ja, het is altijd zeg maar een ding geweest van, überhaupt overal bij interviews, moet ik nou, wat is het nou? Is het Sabrina Stark? Ze hebben er van alles van gemaakt. Ja, ja. Starkey is het ook nog, dat hebben we ook nog vaak gehoord, dus jeetje. Maar ja, het is natuurlijk gewoon Stark, hè? Ja, en hoe, jij zegt gewoon Starke. Ja, 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 ja. Ja, mooi. Ik heb dat altijd zo gezegd, maar ja, op een gegeven moment heb je niet altijd invloed als mensen je aangekondigd. Ja, dan is het, ja, is het al geweest. Dan kan je alleen maar nog corrigeren. Mm-hmm. Ja. Kan je alleen maar nog corrigeren, ja. Nou, maar vertel iets meer over de ontwikkelingen nadat je contract hebt gehad. Ja. Want je zegt dat je hebt overal gereisd of zo. Kwam er een album uit? Welk album? Ja, dus het album wat dan uitkwam was Yellow Brick Road. Mm-hmm. En Bags and Suitcases, dat was de tweede plaat. Ja. Dus dat zijn de 2 platen die ik op Blue Note heb uitgebracht. En wat waren de hitnummers? Want er zijn veel op de radio's gedraaid. Jeetje. Ik denk, nou, zo natuurlijk Do For Love, Sunny Days. Mm-hmm. Zo, je vraagt me nu iets. Home Is You. Home Is You was ook wel echt. Want hoe lang geleden was dat, het Blue Note contract? 2008. 2008. Ja. We zijn nu 12 jaar verder. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat je even dus nadenkt. Ik moet echt even gaan graven. Maar kijk, wat ik wel wil zeggen is dat, ondanks dat het gewoon echt wel succesvol was, was het niet zo dat de radio mij, ik heb nooit een nummer 1 gehit gehad in Nederland. Het was niet, echt niet zo dat de radio altijd welwillend was en meewerkte. Dus dat wil ik wel erbij zeggen. Nee, zeg het maar dat gerust. Dat ik zeker niet, nou ja, succesvol, het was een succes. Maar het was altijd een struggle met de radio. Ja. Weet je, het was altijd of te Amerikaans, of we weten niet hoe we het kunnen plaatsen. Weet je, het is mensen willen altijd zeg maar het kunnen plaatsen. Zeker bij de radio. Ja. Weet je, dus het is altijd wel, los van alle mooie dingen, een enorm gevecht ook geweest met, nou ja, de gevestigde. Ja, nee, maar ik leef met je mee. En ik ben blij dat je je creativiteit daarvoor niet hebt ingeleverd. Nee. Om de radio's te bedienen zoals zij dat zouden willen.
Ja, want je bent precies. Bijzonder in de nummers die je schrijft, je stemgeluid. En ze moeten nou eens leren om dat ook te gaan accepteren in plaats van alleen maar de grote massa. Ja, nee, maar dat is echt de afspraak die ik gewoon met mezelf heb gemaakt. Ik blijf gewoon dicht bij mezelf. Ja. En ik ga niet mee in hoe zij het willen presenteren op de radio of hoe ze het willen horen. Ik heb gewoon mijn eigen ontwikkeling en ik maak wat ik wil maken. En ja, daarom, ik ben ik ben zeker trots op waar ik sta. Maar ja, het is nooit echt heel erg ontploft zoals het zou kunnen ontploffen. Ja, zoals, wie kan je hierbij noemen? Bijvoorbeeld de aandacht die je bijvoorbeeld een Treintje Oosterhuis of een Brigitte Lewis of weet je wel. Dat is een andere soort aandacht. Ja. En dat. Nou, wij Rotterdammers zijn wel ontzettend trots op jou. En dat heeft zich ook in geuit dat je op een gegeven moment ook ambassadeur in de muziek van Rotterdam bent geweest een jaar lang. Ja. Dus. Nee, ik ben zeker ontzettend dankbaar. En ik weet dat Rotterdam me echt altijd heeft ondersteund. En dat is gewoon een mooi iets. Daar ben ik gewoon zo blij om. Dus, en een andere beloning naast de... Kijk, als je 2 Edisons hebt gewonnen, dan heb je je gevestigd. Ik zal niet zeggen fuck off radiostations, maar... Nee, ik heb op een gegeven moment heb ik zeker de... Kijk, als artiest ben je is de radio zeg maar altijd een belangrijk onderdeel geweest van jouw promo. Maar op een gegeven moment heb ik gezien van... Weet je, als je dan met je cd'tje daar komt en zij zeggen van het is niks... Dan was het altijd ook wel paniek bij de platenmaatschappijen. Ja. Want dan weten ze niet hoe ze dan die artiest de wereld in moeten zetten. En er is altijd wel moeite geweest met hoe ze mij in de wereld moeten zetten. Hoe ze mij met mijn boodschap... was altijd moeilijk. Ja, je bent uniek, hè? Omdat, ik zing niet per se altijd over de liefde. Weet je, vaak ook over de wereld. En dan wordt het al wat moeilijker of zo. Ja. Weet je wel? Dus op een gegeven moment heb ik echt ook de radio losgelaten. Dus losgelaten dat het eigenlijk bepalend is voor waar ik naartoe wil. Ja. Op een gegeven moment ben ik het gewoon gaan bekijken van als ik de radio meekrijg, is het leuk meegenomen. Ja, zeker. Maar ze gaan niet mijn pad bepalen en ik bepaal zelf hoe ik het naar de mensen breng, laat me het zo zeggen. Groot gelijk. Ja. Je laat niet tornen aan jouw creativiteit en jouw visie en je missie die je hebt voor jouw carrière, want je bent een zangeres met een uniek stemgeluid. Je composities en je teksten zijn fantastisch. En je probeert de wereld een boodschap mee te geven. Juist. En daar wil je niet van afdwalen. Nee. Ja? Nee. In mijn beleving werd het nummer Do For Love ook grijs gedraaid. Want ik hoorde het wel. Ja, zeker. Ik luister ook vaak naar, nu heten ze... Hoe heette ze? Die jazz, soul en funk. Hoe heette ze nou weer? Ze hadden eerst een andere naam. En... Oh, radiostation bedoel je? Ja, radiostation. Bedoel je Sublime? Of Sublime. Ze heette nu Sublime, ja. Soul and Jazz. Ze heette nu Sublime. Sublime, oké, ja. NPO Soul and Jazz, die draait jouw nummers ook zeker. Ja, zeker. Dat is ook een apart station. Ja. Dat soort jaren wat jij doet. Die het wel omarmen. Die waarderen de kunst. Ja. Die er gemaakt wordt en die draaien het vaak. Maar ik heb, en In The Morning heb ik ook heel vaak gehoord. Ja, hè, weet je dus. Zeker. Maar klopt wat je zegt, niet bij de echte commerciële stations. Nee. Die alleen maar voor, hoe zal ik het bepaalde zeggen? Bepaalde songs. Bepaalde songs gaan of zo, weet je. Ja. Nee, maar, dat is waar. Maar inderdaad, Sublime heeft me echt, heeft heel veel songs voor mij ondersteund. Die hebben je gepusht. Ja, zeker. Ja, die hebben je zeker gepusht. En er zijn ook andere commerciële artiesten die jou ook hebben benaderd. Zoals, was het Bluff? Oh, Bluff, ja. Ja, dat was super bijzonder. Was ook een nummer, die werd wel afgedraaid door de... Ja, maar dan zie je hoe dat gaat, hè. Ineens ga je met Bluff, want Bluff is al jaren, ik zal niet zeggen Oma's bandje, maar ze zijn al jaren bekend. Ja, een van de grootste Nederlandse bands, toch wel. Ja. Hoe ging dat? Nou, het was heel leuk, want Bluff zat ook bij EMI. Okay. Dus, onder de paraplu ook, waar ik zat. Dus er waren korte lijntjes. En, zij hebben mij benaderd via mijn manager. Ja, we willen een nummer doen met Sabrina. Oké, ik heb altijd gezegd van, en tot de dag van vandaag, ik zing niet in het Nederlands. Ik zing in het Engels. Maar als ik een uitzondering moet maken, zijn er eigenlijk 2 artiesten waar ik een uitzondering voor zou maken. En Bluff... Of winnen. Ja.
Rotterdamse winnen. Dus nou ja, toen kreeg ik dat aanbod en ja, heel bijzonder. Ik weet het nog goed. Ik was met mijn bassist toen, Robert Pronk. We zijn naar de studio geweest. En Pascal is echt een echte goede zanger. Ja. Ik was echt wel geïntimideerd. Ik ben een liefhebber van Pascal. Hij kan echt zingen. Dus nou ja, hij had zijn takes al erop staan en toen moest ik. En ja, het is zoeken. Want je bent, Het is een hele andere manier van zingen als je Nederlandstalig gaat zingen. Dus ik moest daar wel eventjes mijn weg in vinden. Maar op een gegeven moment is het wel gelukt. En ja, ik kan echt wel met trots terugkijken op die samenwerking. En ook nu als ik die song nog hoor, denk ik van ja. Mm-hmm. Dat is mooi gedaan. Ja, mooi gelukt. Hij heeft zeg maar die dag toen in de studio heeft hij nog 2 takes gedaan. Gewoon om een beetje het gevoel te geven dat hij... Dat ik niet 10 takes moest doen, maar ja, hij is gewoon echt al een one-taker. Ja, dat was een mooie ervaring. Ja, echt tof. Ja. Ja. Nou, en met Blue Note, hoe ging het verder? Op een gegeven moment na 2 platen hebben we eigenlijk besloten om uit elkaar te gaan. Mm-hmm. Omdat, hoe mooi het ook is om bij een grote platenmaatschappij te zitten. Het is heel moeilijk om... Nou ja, zeg maar op één lijn te komen, zeg maar met mensen die dan voor je werken of aan jouw project werken. Nou ja, dat ze kunnen ondersteunen wat jij wil brengen. Ja. Het is gewoon heel lastig. Heb je altijd met platenmaatschappijen, hè? Het is heel lastig. En zij zijn natuurlijk een grote, weet je, dus je bent eigenlijk bijna een nummertje. Ja, ja, ja. Weet je, dus er zit weinig liefde in hoe ze zeg maar aan projecten werken van artiesten. Het is een beetje de lopende band en een beetje, nou ja, oké, hebben we dit gedaan, gewoon afvinken. Ja, het is, je hebt een contract, dus je moet aan bepaalde verplichtingen voldoen. En wanneer je dat gedaan hebt, gaan ze kijken... Ja, gaan we er iets mee doen of hoe ver gaan we hiermee? Hoe verder, ja. Dus het is ik vond dat heel lastig. Mm-hmm. Ik vond het heel lastig, omdat het ging mij gewoon... Kijk, los van de nummers brengen is het ook van je hebt een doel. Je wil een bepaalde message de wereld in brengen. En daar wil je ook bij ondersteund worden. Klopt. En dan is het gewoon belangrijk dat daar gewoon een goed plan voor komt ook. Ja. Weet je, ze zijn eigenlijk een soort productiebedrijf, hè? Ja. Een lopende band. En niet als vroeger toen men zich echt verdiepte in, in het geluid van de artiest en wat de artiest wilde neerzetten. Ja. Dat had je vroeger met al die oude artiesten vroeger. Ja. En ook toen was het lastig, hoor. Een van de mooie verhalen die mij bij zijn gebleven is het verhaal van Stevie Wonder met Motown. Ja. Die op een gegeven moment zei, want we weten allemaal hoe het bij Motown ging, hè? Ja. In het begin... Dat was ook een soort lopende band eigenlijk. Er werden blanke foto's op de... verhaal, toen, ja. Zo is het begonnen. En later kon Motown zijn eigen artiesten op de hoes zetten. Ja. En het verhaal van Stevie Wonder wist ik ook, dat hij op een gegeven moment... Ze hadden een lekker feestje bij hem thuis. En de volgende dag kreeg Barry Gordy een telefoontje van zijn zaakgelastigde. Stevie gaat bij jullie weg. Of jullie moeten hem zoveel miljoenen geven, dan blijft hij. Ja. Ja. Maar die heeft ook moeten vechten voor... Hey, ik wil... Yeah. Je werd toch gestuurd. Ja. Mm-hmm. Hij wilde weg. Of hij wilde de positie krijgen dat hij mocht doen wat hij hem wilde. Ja. En volgens mij is het één van de weinigen... die dat in die tijd heeft kunnen bewerkstelligen. Ja, precies. Dus om terug te komen op jouw verhaal... dus dat herken ik ook wel weer in jouw verhaal... hoe ze je dusdanig willen sturen en je niet de vrijheid geven om... Eigenlijk willen ze gewoon dat je een nog 2 keer een Do for Love maakt... Ja. Of nog 2 keer een Yellow Brick Road plaat. Maar dat wil je niet als artiest. Als artiest wil je juist ontwikkelen... en je wil gewoon verschillende dingen proberen... Mm-hmm. En dan heb je, dat is gewoon het moeilijke van, je hebt een bepaald succes. En eigenlijk iedereen, ook je publiek, wil eigenlijk gewoon dat je dat blijft doen. Ja, maar dat is gewoon zeker. Niet de realiteit, dat is gewoon niet hoe het werkt. Nee, zo werkt het niet. Je ontwikkelt je wil als artiest, wil je gewoon blijven groeien. Dat is gewoon eigenlijk oud nieuws. Dat, zeg maar, hetgeen waar mensen zeg maar zo aan hechten, dat is voor de artiest. Ja, het is heel moeilijk van, voor een artiest om zijn creativiteit in te leveren. Ja, ja. Weet je? En je maakt hele mooie nummers, Sabrina. Dus daar is er niet aan te twijfelen aan. Dus was je nooit bij Blue Note gekomen, was je nooit naar Apollo gegaan of noem maar op. Weet je? Dus je hebt iets
Ja, ik mag reclame maken, toch, voor jou? Ja, nee, zeker. Je hebt iets. En gisteravond stuurde een van de luisteraars... Mm-hmm. Die stuurde een app. Ja. Toen ik aankondigde dat ik een gesprek met je heb... Ja. Stuurde ze... En ze heeft ook een uniek geluid. Ik heb een aantal reacties gehad van mensen die jou hebben zien optreden... en die helemaal weg van je zijn. Dank je. Dus... Nee, dat is altijd fijn om te horen. Want ja, natuurlijk, je wil niet als... Je wil uniek zijn. Ja. En ik denk dat dat een van de mooiste complimenten is. Zeker. Dat mensen je stem kunnen herkennen of vinden dat het uniek is. Dus dat is gewoon heel, heel mooi om te horen. Ja. Hoe was je ervaring in Apollo? Want Apollo is een... Ja, is big. Het was heel bijzonder. We waren daar niet lang, misschien 5 dagen... Uh-huh. En het was het was eigenlijk ook zo'n amateur talent night. Okay, en ja. Als je het niet goed deed, dan werd je dan gewoon van het podium afgeveegd. Oké, okay, ja, ja. Dus, dat, ken ik, ja. Ja, dus dat was het Amerikaanse concept van amateur night. Uh-huh. Dus dat vonden we natuurlijk heel spannend. Ik was daar met mijn band en ik weet nog goed, zeg maar, de dag van het optreden, toen liepen we in Harlem... En toen zagen we dus in de verte dat bord wat iedereen kent met die lichtjes. En toen stond het dus Amateur Night of Amateur Talent Night, weet ik niet precies. En toen konden we daar opeens optreden. Het was echt, het was gewoon heel bijzonder. En dan kom je daar binnen, die rode vloer. En dan zag je op de muur gewoon alle posters van de Billie Holiday tot aan James Brown. Echt de grote die daar hebben gestaan. Ja. Dus dat was gewoon die hele ervaring was gewoon super bijzonder. En het optreden ging goed. We zijn niet van het podium afgeveegd. Mm-hmm. Dus het was echt een ervaring die ik Dat is heel mooi. Dat kun nooit je ook. Vergeten. Dat nooit zijn de dingen die je voor jezelf kunt koesteren. Ja, zeker. Ja, ja. Zeker weten. Want er is ook een album verschenen. Met de Mighty Eight hier in Nederland. Oh, zo. Dat is nog... dat is ook een tijdje geleden. Ja, is een tijdje geleden. Mighty dat was Eight. Een heel mooi project. Ja. Een project met 8 dames, Mighty Eight. Sheer Maroes was er volgens mij. Nee, Sheer Maroes zat er niet bij. Jovanka en Cham Rosie. Oké, ook al die Cham Rosie, ja. Onder ja. andere, hoor. Ja. En nog heel veel andere mooie dames. Mm-hmm. Maar dat was een heel mooi project. Nou, er is dus een album gekomen. En we hebben een tour gedaan. We zijn... door het land gegaan. En dat was best wel bijzonder eigenlijk. Ja, 8 ja. dames. Was een mooi project. Mooie vriendschappen ontstaan ook uit... en zeg maar, met Rosie en met Jovanka is er nog gewoon heel goed contact. Kijk, dat is heel We hebben mooi. Een hele mooie... is heel leuk. We hebben een appgroep. Waar Sherma zit erin. Jovanka, Rosie, Pink Oculus, Sarah Jane... Chris Berry en Michelle David. Michelle David, ja, de gospel. dus dat is ons groep appje. Ik heb zeg maar het initiatief genomen om die dames bij elkaar te roepen. Om gewoon elkaar te ondersteunen, elkaar te supporten, elkaar te adviseren. Want het zit natuurlijk, je moet je voorstellen, iedereen heeft natuurlijk zijn netwerk en zijn ervaring. Mm-hmm. En we zijn ook een paar keer samengekomen. En dan praten we gewoon over de muziek. Obstakels, wat we moeilijk vinden. En waar we elkaar in kunnen ondersteunen. Dus het is heel waardevol. Heel belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Want vanuit je netwerk kun je ervaringen delen. Ja. En informatie naar elkaar toe spelen. Zeker. Dus, zoals het verhaal wat je vertelt, hoe een maatschappij jou wilt kneden. En uiteindelijk bestaat Sabrina Starke dat niet meer. Ja. Als ze je gekneed hebben. Ja, ja. En dat is niet verhalen, wat je wilt. Ja. Die verhalen hebben alle dames eigenlijk op hun eigen manier. Want ze zijn natuurlijk allemaal succesvol. Dus dat is heel waardevol. Heel waardevol, ja. Nou, heel mooi is dat. Mm-hmm. En na Blue Note, wat kwam er dan op je pad af? Toen ben ik overgegaan op een independent label, Eightball, Talpa. Ja, die ken ik. Dat is onderdeel van Talpa. Ja. Toen heb ik daar 2 platen gedaan. Uh-huh. En dat was nog lastiger, want ze is super commerciële. Dus je hoort de contrast al van toch wel super commerciële visie. Mensen met een super commerciële visie. En ik toch wel met mijn maatschappelijk-sociale visie. Ja. Dus daar zie je al dat...
Dat was het, ja, ik ben dankbaar dat ik heb twee platen daar gedaan, waaronder die plaat met het Metropoolorkest, ja. Bill Withers, ja, heb ik. Dus die twee platen heb ik daar gedaan. Maar daar is het eigenlijk nog meer bevestigd dat ik gewoon op zoek moest gaan naar een andere vorm. Uh-huh. Andere manier van ondernemen, zeg maar muziek brengen. En toen ben ik eigenlijk daarna in een nog, nou, eigenlijk ook een independent situatie gegaan met een Amerikaanse label, Sip Records, uh-huh, eigenlijk. En dat was meer een partnership. Okay. Dus dat was een hele andere situatie waarbij ik eigenlijk... Je voelde je meer thuis. Ja, en volledig kon doen wat ik wil. Uh-huh. Mijn team zelf kon samenstellen. Ik kon het gewoon helemaal bepalen. Helemaal gewoon. Heel mooi is dat. Van begin tot eind. Dus ja, echt de regie. Kijk, over de muziek heb ik sowieso altijd de regie gehad. Dat is wel iets waar ik wel dankbaar voor ben, is dat ze wilden wel een beetje sturen hier en daar, maar ze hebben me nooit verplicht. Weet je, dus ze hebben me wel ondersteund. Ze hebben wel de projecten en de albums uitgebracht. Het is wel geworden zoals jij dat wilde hebben. Dat is het wel geworden, maar ze konden er niet mee werken. Ja. Dus dat was dan het lastige. Dus in die situatie met Sip Records, waar ik nu nog steeds eigenlijk zit, dat is voor mij een ideale situatie. Ja. En je hebt ook nog een Stevie Wonder tour gedaan. Ja, een project. Dat was een project. Hoe is dat ontstaan? Ik ben gevraagd om een theatertour te doen. Samen met Fat. Ik weet niet of... Kennen jullie hem als zanger? Fat. Is dat zijn bijnaam? Of, Ja, zijn bijnaam. Oh mijn god. Ricardo Burgrust heet hij volgens mij. Ja, Ricardo Burgrust. En Erika, je laat me wel even graven. Ja, dat is ook wel een tijdje geleden. Nog niet heel lang geleden. Ik moet even op haar achternaam komen. Maar ik ben gevraagd en toen hebben we die Stevie Wonder tour gedaan. Ja. Best wel wat shows door heel het land. En ja, dat was bijzonder, omdat Stevie Wonder is... Ja, Ik heb altijd gezegd van, als ik projecten doe, dan moet het gewoon zijn van artiesten die gewoon ook een mooie boodschap brengen en die gewoon bewust zijn in hun muziek hebben, zelfbewustzijn, de wereld, de boodschappen. Ik zal dus je vertellen, zijn de dingen die ik Stevie doe. Wonder is voor mij, hij is mijn guru. Ja, oké. Okay. Hij is al van kinds af aan. Ben ik een liefhebber van hem, maar puur meer om zijn sociaal-maatschappelijke teksten en zijn vechtlust, zijn de manier waarop hij met zijn muziek dingen bereikt heeft. Ja. Zoals de Martin Luther King Day. Mm-hmm, weet je, heeft mm-hmm. hij ervoor gezorgd dat het een... Het is nog niet overal in Amerika, maar bijna een landelijke vrije dag is in Amerika, weet je, al zijn boodschappen. En daarom kan ik je heel goed begrijpen dat je geen concessies wilt doen in je boodschap die je wilt overbrengen. Ja. Heeft hij ook nooit gedaan. Nee. Dat was ook de reden waarom hij Motown... Of ik heb vertalenvrijheid, of ik ga bij jullie weg. Ja, nee. Ja. Nee, Stevie is... En sowieso blij dat hij er nog is, onder ons is. Want hij is toch wel echt van... Nou ja, dus heel veel grootheden zijn er niet meer. Maar hij is er nog. En ik heb hem een paar keer ook op North Sea gezien. En dat is gewoon... Ja, klopt. Een echte artiest. Dat daar is kan je gewoon niks aan... Maar er zit zoveel vreugde in hem wanneer hij... Hij ziet het niet als werk, hè? Nee. Het is ook iemand die overal waar hij komt, maakt die grappen. Van alles maakt hij een grap. En vroeger moesten ze hem van het podium halen, want als hij eenmaal begon... Precies. Ja, er zijn echt een paar leuke dingen. Er is ook een heel mooi... dat is samen met Bill Withers. Bill mm-hmm. Withers die kreeg volgens mij... die werd volgens mij in de Hall of Fame ergens... Ik weet niet meer precies wat het verhaal was. Anyways, hij stond toen op het podium met Stevie Wonder. En toen was het inderdaad heen en weer grappen. Want Bill Withers is ook echt een grapjas. Ja, ja. Dus dat was echt wel een heel mooi filmpje. Maar ja, te gek. Nou, Sabina, ik weet dat je heel veel om deze wereld geeft. Mm-hmm. Ja. Want het thema van vanavond, mm-hmm. die is op jou geënt. Ja. En het heet If I Rule the World. Want ik weet met jouw boodschappen die je
via je teksten en je muziek aan ons doorgeeft, hoor ik ook van, eigenlijk als ik het mocht bepalen, als hoe het op de wereld zou moeten gaan, had ik het toch wel op mijn manier, op een mooie manier, laat me niet zeggen niet zozeer op jouw manier, want je denkt veel aan de mens, op een mooie manier had je dat wel vormgegeven, deze wereld. If I rule the world. Ja, en dat hoor ik in jouw teksten. Je bent zo bezig met boodschappen over te brengen. Wat zou jij doen als jij de wereld mocht regeren? Ik denk dat ik sowieso zou investeren in de natuur. Natuurlijk. Of natuurlijk is het nou, misschien niet zo natuurlijk veel voor mensen. Maar de relatie met de natuur. Die herstellen. Want uiteindelijk is een hele mooie quote van wat je de natuur aandoet, doe je jezelf aan. Dat klopt. Dus dan zou ik daar beginnen. En als je dat had geregeld, hoe ging je dan verder? Oh, als ik dat had geregeld? Nou, kijk, ik denk de mooiste wereld die ik voor me zie is gewoon een plek waar iedereen gewoon zichzelf kan zijn. En waar mensen gewoon gezond zijn en waar... waar er geen armoede is en waar we gewoon in harmonie eigenlijk met de natuur kunnen leven. En dan hoeft er zeker geen armoede te zijn. Als we de natuur goed ondersteunen en gebruik maken van vruchtbare grond, dan hoeft er zeker geen armoede te zijn. Ja. Dus ja, dat is het mooie plaatje wat ik voor me zie. Ja. Heel mooi. En helaas... Mm-hmm. Helaas, wat is de realiteit toch wel anders? Ja. Geen armoede, bijna zou je zeggen ook geen ziektes. Je wil iedereen besparen eigenlijk. Weet je, een mooie wereld, kun je zeggen. Maar jij bent ook door een dal gegaan. Als we het hebben over dieptepunten in je leven. Ja. En niet zo lang geleden. Nee, heel recent. Wil je dat met ons delen? Ja, zeker. Vertel. Vorig jaar, 17 oktober, toen heb ik te horen gekregen dat ik borstkanker had. Zo. Dus dat was natuurlijk een zware schok. Een zware schok. En op een gegeven moment als je dan zulk nieuws krijgt, dan moet je het sowieso accepteren, want het is dan de realiteit van dat moment. En daarna volgde er gewoon een hele rollercoaster, kan je wel noemen. Van sowieso onderzoeken en keuzes maken. Ja. Want ik bedoel, je hebt keuzes. En je hoeft niet alles te doen wat de artsen je aanbieden. Je bent daar vrij in. In ieder geval, het ziekenhuis waar ik liep, ondersteunen ze daar de patiënt in om gewoon ook daar de vrije keuze in te hebben. Dus ik had een tumor in mijn rechterborst, best groot. Dus ik heb sowieso afscheid moeten nemen van mijn rechterborst. Ja. Operatie ondergaan. Voor je verder gaat, hoe sloeg dat in bij je gezin? Ja, heel heftig, heel verdrietig. En met name bij jou ook, toen je dat bericht hoorde? Ja, sowieso bij mij. En natuurlijk ook bij mijn partner. Nee, we waren samen toen ik het bericht kreeg. Dus dat was echt gewoon ontzettend heftig. Incasseren, verwerken. En natuurlijk ook voor de kinderen heel zwaar. En gewoon ook voor mijn broertje, mijn zusje, mijn ouders. Dus het was gewoon heel, heel pittig, heel heftig om dat bericht dan te krijgen. En dan moet je aan de slag nadenken. Van wat ga je doen je moet er doorheen. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Mm-hmm. Dat het heel zwaar en het heel gezin op dat moment... op z'n kop is. En, want je doorgaat toch... want wat heb je gehad? Chemo en... Chemo en bestraling. Mm-hmm. Ja. En hoe was die periode voor jou? Kijk, chemo was natuurlijk super zwaar. Mm-hmm. Super zwaar, maar ik denk... Ik heb wel een keuze gemaakt waar ik van, als ik nu terugkijk, dat ik heel blij ben dat ik die heb gemaakt. En dat is eigenlijk dat ik alles on hold heb gezet. Dus ik ben met alle activiteiten,
alle contacten ook gestopt. Dus puur de focus op mezelf en mijn gezin. En nog steeds, hè? Sorry? Nog steeds, want je zit nog in een herstel. Ja, ik zit in een herstel, maar ik ben wel al zeer actief met van alles en nog wat. Dus ik voel me wel al... Ja, echt, het gaat de goede kant op. Maar zeg maar die keuze om zeg maar gewoon volledig te focussen op jezelf. Ja. Gelukkig had ik de mogelijkheid. En ik weet dat niet iedereen altijd de mogelijkheid heeft. Sommige mensen moeten ook gewoon doorwerken. En chemo ondergaan. Dus voor iedereen is die situatie anders. Maar ik ben blij dat ik de mogelijkheid had om te kunnen zeggen van oké, ik doe een flinke stap terug. En ga helemaal focussen op mezelf. Ja. En ik denk dat dat heel erg heeft bijgedragen. Dus ik ben naast de behandelingen gewoon heel erg bezig geweest ook op het mentaal vlak. Ja. Voeding, meditatie en heel erg bezig geweest ook met... Nou ja, onverwerkte trauma's, onverwerkte patronen, denkpatronen die eigenlijk vastzaten in mijn lijf ook. Heel veel stress natuurlijk ook vastgehouden in mijn lijf vanwege mijn werk. Dus ik moest echt wel aan de slag met mezelf. Een wedergeboorte dus. Ja, dat kan ik wel, zeggen eigenlijk. Net als zeggen we, Ogri et Jawan Bong, ja, je wil het kwaad niet hebben, maar dit heeft je toch even pas op de plaats laten doen. Ja. En ben je een beetje in het spiegel gekeken en terug naar de kern van jouzelf. Ja, ja. Zeker weten. Zeker weten. En ik heb met die periode echt, ik ben echt doorheen gegaan, laat me het zo zeggen. Heel veel gelezen ook. En het is echt ook mijn overtuiging dat zeg maar een lichaam dat ziek wordt, is gewoon een lichaam en geest ook en ziel, wat uit balans is. Want het is altijd full circle, zoals ik het zie. Lichaam, geest en ziel. En wij leven gewoon in een westerse wereld waar gewoon de focus ligt op het lichaam. En zo kijken de artsen ook naar het lichaam. Want zeg maar alles wat ik nu noem, zeg maar... met voeding en alle mentale en alles op ziel, spirituele. Dat krijg je niet mee in het ziekenhuis. Dus dat is iets wat je als mens gewoon, als je daarvoor kiest, dat moet je dan zelf daarnaast doen. En ik denk dat dat voor mij, die combinatie heeft echt wel bijgedragen dat ik echt hier kan staan en dat het nu wel de goede kant op gaat. En op een gegeven moment... het accepteren is ook een heel belangrijk onderdeel geweest in het proces. Zelf accepteren dat je het misschien niet redt. Zo ver was ik al van als het zo moet zijn dat ik het niet zou redden, dan moet het zo je zijn. Je hebt eigenlijk beide kanten van dit proces heb je dus zelf voorgehouden van ik kan twee kanten uit. Ik red het wel of ik red het niet. Ja. En beide heb je dus geaccepteerd, dat bedoel je. Zeker, en zeker berust. Dus daar was ook zeker gewoon rust in. En daardoor kwam er gewoon ook heel veel ruimte vrij om gewoon de weg te bewandelen. Ja. En er kwamen ook gewoon heel veel mooie dingen. Te veel mooie dingen. En eigenlijk gewoon die mooiere dingen kwamen allemaal voort uit die diepere connectie die je maakt met jezelf. Dichter bij jezelf komen. En gewoon eigenlijk alles wat je hebt gedragen van al die jaren loslaten. Loslaten om gewoon ruimte te maken voor jezelf. En dat heeft me echt heel veel mooie dingen. En je bent nu op het punt waarbij je activiteiten weer kunt oppakken met plezier. Je bent door het proces gegaan en je bent als een nieuw mensje weer gestart. Zo voelt het wel, ja. Zo voelt het wel. Dus echt een nieuwe kans zie ik het ook. Om gewoon weer... Om het te doen op een manier... waarbij ik gewoon dicht bij mezelf blijf. Maar gewoon nog veel liefde en licht de wereld in kan brengen. Ja. Nou, ik denk dat de luisteraars met deze ervaring van jou... ook heel veel... informatie hieruit voor zichzelf kunnen halen. Ja, ik hoop het. Want we kunnen allemaal wel eens geconfronteerd worden met deze ziekte. Juist. Ja? Ik heb het ook moeten doorstaan. Ja, ik ben er ook uitgekomen. En ik kan heel goed begrijpen wat je zegt over acceptatie. Ja. En het is een mooie
zal niet zeggen mooi verhaal. Mm-hmm. Het is een lelijk begin met mm-hmm. een mooi verhaal. Ja, een mooi levensverhaal. Ja, klopt. Nog steeds als ik eraan terugdenk, dan is het gewoon bitterzoet, mm-hmm. laat me het zo zeggen. Ja. Bitterzoet. Maar ontzettend dankbaar dat ik gewoon hier ben en hopelijk nog lang mag zijn. Nou, ja. Sabrina, wij zijn ook ontzettend blij. Wij van Radio Stavaste, The Sound of Music, ontzettend blij dat je dus vanavond hier wilde zijn. De tijd is altijd te kort, hè? Ja, nee, zo gaat het. Om jouw verhaal te doen over jezelf, over je carrière en over de dieptepunten die je ook hebt gehad in je leven en waarbij je uiteindelijk toch wel heel krachtig naar buiten bent gekomen om je activiteiten en het leven weer op te pakken. Ja. Dankjewel. Wil je nog wat tegen onze luisteraars zeggen? Sowieso heel erg bedankt voor het luisteren en voor het steunen, het supporten. Blijf me volgen. Ik ben weer nieuwe muziek aan het schrijven. Dus nou, kijk eens aan. In het nieuwe jaar. En het is ook een mooie tijd, hè? Want het is COVID, Artiesten hebben nu ook echt de ruimte en de tijd om te creëren. Kost wel geld, maar... Ja, dat... inkomstenverlies. Ja, inkomstenverlies, ja. Dus ik volgend jaar wil ik zeker weer wat nieuwe muziek delen. Maar hou me in de gaten op delen, Facebook. Delen? Waar ga je uitnodigen als je nieuwe muziek hebt? Ja, en dan kom ik... Nee, zeker. Dan kom ik graag. Graag. Zeker, want dus, wij hier gaan wel jouw muziek afdraaien. Super. Hartstikke bedankt, Sabina. En met deze woorden wil ik ook afscheid nemen van jou. Ja. En bedanken dat je fysiek aanwezig wilde zijn. Ja. En ik neem tegelijkertijd ook afscheid van onze luisteraars, want we zijn ook aan het eind gekomen van dit programma. Mm-hmm. En ik wil alle luisteraars van Radio Stavaste hartelijk bedanken voor het luisteren naar The Sound of Music. En ik neem met dit nummer afscheid van jullie. Ik wens jullie een hele fijne avond. Hou 1,5 meter afstand. Mondkapje. En stay safe. Fijne avond. The Sound of Music. Hosted by Al Gouda. Stavaste Radio.